In de Lelystadse Zuiderzeewijk begon Moederdag gisteravond al. Bij het budgetfree restaurant in het buurthuis werden de vrouwen uit de wijk in het zonnetje gezet. Het brengt verbinding met elkaar, het brengt contact met elkaar. Maar ook het contact met jezelf, dat vinden we belangrijk. Maar ik denk dat het een hele waardevolle middag is, waarin eigenlijk ook het fundament is dat we eigenlijk een setting wilden neerleggen, juist ook van vriendinnen en zussen met elkaar. Het budgetfree restaurant is opgericht om mensen uit de wijk te helpen wanneer ze het wat moeilijker hebben. Ja, het is leuk. Dit is mee het eerst dat je dat meemaakt om zoiets te doen eigenlijk. Dus dat moeten ze vaker doen, vind ik. Gewoon, je ziet er gewoon nieuwe kinderen en alles genieten en de moeders. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja, gewoon iedereen bij elkaar. Kinderen, volwassenen. Ja, dat is heel gezellig. Terwijl de vrouwen lezingen kregen en bezig waren met zang en dans, waren de kinderen druk bezig om stiekem cupcakes te maken om daarmee hun moeders te verrassen. Smaakt het? Heel veel. Hoe denk je dat ze gaat reageren? Ja, ik denk erg blij en we hebben ook nog open meer cadeautjes en zo. Wil je nog wat tegen je moeders zeggen? Dat ik van haar hou. De avond werd afgesloten met een gratis diner. En zo was het gisteren, maar zeker ook vandaag, een mooie moederdag. Pas uit, heet! Wordt u morgen ook nog verwend? Ik hoop het. Ik ben moeder van 2 kinderen en Maar goed, ik voel me nu al verwend, dat zeg ik je eerlijk.